Ja, en dan hebben we nog het gedeelte van de beide T's. En daar hebben we Johan voor uitgekozen. Johan die heeft, wat ik er straks al vertelde, heel lang ook in Deringswaard gewerkt. Het was toen wel officieel vanuit Coevorde, nadat dus de instelling van Deringswaard opgeheven was en het naar Coevorde ging. Maar hij kende wel bijna elk paardje en elk huisje, heeft Johan bijna wel bezocht hier. Dus, en het verhaal wat hij mij vertelde, hoe hij de tijd heeft beleefd, is ook in het boek gekomen. En dat maakt dat de eer aan jou is om van mij het boek in ontvangst te nemen. Johan, dank je wel.